Op de toneelacademie heb ik in een stuk gespeeld dat Casper heeft geschreven. En daarin speelde ik Nietzsche. En eigenlijk beviel ons dat zo goed dat we zeiden, we moeten hier nog wat mee. Dus wat ons heel erg aantrok in het werk van Nietzsche was de levenslust die er vanaf spatte. Dat voelde zo prikkelend en ook als bijna iets feestelijks. De eerste idee weet ik nog dat je moet uit een gouden ei komen en op rolschaatsen gaan... Ja, het is iets wat heel erg wat uitnodigt tot iets heel maximaals. En ons op alle vlakken uit te dagen. Verlossing! Voor mij is een essentieel moment in het maken van deze voorstelling en dus ook in het schrijven van de tekst dat we samen naar het openingsnummer van Kanye West's geweldige album The Life of Pablo luisterden, Ultralight Beam. En daar zit een gospelkoor in. En dat was ook een moment dat ik dacht, oh ja, jij en een koor. Welkom in... Mijn waar alles door elkaar heen loopt. Ik door die wereld en die wereld weer door mij. Iets waar ik heel blij mee ben, dat heb je ook niet altijd. Dat je zoveel tijd eigenlijk hebt om te schrijven en te onderzoeken in dat schrijven. Het was een ongelooflijk gedoe ook om het samen te schrijven. Nee, we zitten nu hier in het park en daar hebben we ook heel wat rondjes gelopen om het weer beter te snappen. Ik denk nog wel eens aan alle dingen die we hebben geschreven en die nooit zijn gebruikt. Die we heel serieus hebben genomen en die jij ook nog volle bak hebt staan doen in een repetitielokaal. Dat is heel grappig. Er zijn zoveel schrijvers voor ons die hier genomineerd zijn en gewonnen hebben, waar ik heel veel waardering voor heb. Ja, dat is gewoon heel erg bijzonder. En ook dat er in het rapport wordt benoemd hoe wij toch Nietzsche's gedachtegoed op een oorspronkelijke manier naar een voorstelling hebben weten te vertalen. Dat vind ik echt een grote eer en een groot compliment.